Ik doe nu tennis. Ik tennis en ik ben heel slecht. En het is ook, maar weet je wat ook is met tennis? Het is ook een sport waarbij het gewoon, het zijn zo'n verwende sport is dit. Tennis is de meest verwende sport die er bestaat. Omdat, kijk, met heel veel sporten heb je heel veel mensen nodig eromheen om die sport, dat die beoefend kan worden. Maar bij tennis is die verhouding helemaal scheef. Er zijn zoveel mensen nodig voor als twee mensen gaan tennissen, dat is niet normaal. Er gaan twee mensen tennissen. Dan heb je een scheidsrechter heb je nodig. Je hebt iets van 40 ballenjongens, ballenmeisjes heb je nodig. Je hebt iets van 30 lijnrechters heb je nodig. En lijnrechters zijn mensen, je moet alleen maar naar zo'n lijn kijken de hele tijd. Ze zijn zo obsessief naar zo'n lijn aan het kijken. En ze staan heel erg onder druk, want die ballen gaan 180 km per uur. Dus je weet nooit of die bal in of uit is. Ze staan heel erg onder druk. En dat merk je ook, als die bal uit is, roepen ze ook niet uit, maar roepen ze gewoon... Schreeuw! Schreeuw gewoon, ze zijn zo doodsbang dat ze het verkeerd hebben. Dan heb je nog meer lijnrechters, die zitten achter die andere lijnrechters, zo onder de baan, door zo'n gleuf moeten die kijken. Die moeten door zo'n gleuf kijken. Die zijn waarschijnlijk te lelijk voor de baan, weet je wel? Te lelijk. Ja, je mag wel lijnrechter zijn met je bochel en je gekke oog, maar door die gleuf moet je naar kijken, in het donker. Lelijkens, wegwezen jullie. En alles wordt geregeld voor tennissers, hè? Daarom zijn het de meest verwende sporters die er bestaan. Want alles voor ze wordt geregeld. Ook als bijvoorbeeld gaat in één keer regenen, komt zo een parapluutje boven ze. Of als ook te veel zon, ook een parapluutje boven ze. Alles wordt voor ze geregeld, daarom zijn ze zo verwend. En dat merk je ook, want ze willen de hele tijd dingen en dan hoeven ze niet meer. Omdat ze zo verwend zijn. Ze zitten zo, ik wil een banaan eten. Dan gaan ze banaan eten. Voor de helft, andere helft hoef ik niet. Laat maar rot op een handdoek. Man, een kut banaan. En ik wil nieuwe ballen. Iemand zo, hier zijn drie nieuwe ballen. Oké, bedankt, behalve deze. Die is kut. Wegwezen. Ja. Terwijl ik niet eens echt tijd heb gehad om ze te vergelijken. Maar het zal wel een kutbal zijn. Veel te rond en geel en pluizig. Snij maar door de midden. Gooi wel mijn trek uit. Heeft de hele bal nooit meer zien van deze. Ja. Of dan, hebben ze een half uur tennis. Oké, een half uur tennis. Ik heb even een nieuw racket. En dan pakken ze een nieuw racket uit een tas in de vorm van een racket. Ze hebben een tas in de vorm van een racket. En daar zitten alle nieuwe rackets in. In de vorm van een racket. Het is een tas in de vorm van een racket. Snap je? Want vroeger hadden ze waarschijnlijk heel vaak haast. Hij pakt ze thuis verkeerde tas mee. Dan zaten ze met allemaal campingspullen langs de kant van de baan. Shit, dat ze. Hey, iemand die zag dat, die dacht van dat gaat nooit meer gebeuren. Ik maak een tas in de vorm van een racket. Het is nooit meer misgegaan. Het is één keer misgegaan. Er zat iemand met Pringles en Frisbees langs de kant van de baan. Dat shit, waarom lijkt ze op elkaar? Dat was niet eens een officiële wedstrijd. En tennis. Tennis is ook verzonnen door de grootste valsspeler die er ooit in de sport heeft rondgelopen. Dus gewoon een gast, kon niet tegen zijn verlies, die heeft gewoon ter plekke de regels verzonnen. Kon niet tegen zijn verlies, heeft ter plekke de regels verzonnen. Ging gewoon twee gasten voor het eerst tennissen zo, pa, pa, en die andere gast, die scoort zo'n punt zo, boem. En die andere gast zo, oké, 1-0 voor jou. Nee, 15-0. 15-0 voor mij. 30-0, 30-0 alweer, lekker bezig goed Jan, lekker bezig, 30-0. Wat de fuck is dit nou weer, weet je wel? Dan ging die ballen goed terugstaan, zo bam, op een gegeven moment zo 15-30. En die andere gast scoort nog zo'n punt, zo boom, 30-30. En hij scoort nog zo'n punt, zo bam. Hij is oké, 45-30. Nee, 40-30. 40-30 voor jou. Bij de derde keer is in één keer 10 punten erbij in plaats van 15. Het is alleen de eerste twee keer zo. 40-30 voor jou. Ze in het net. Punt voor mij. Nee, je mag twee keer serveren bij tennis. Als die eerste kut was, mag je nog een keer proberen. Het is bij tennis zo. En hij scoort meteen het punt. Die andere gast, oké, nu staat het gelijk. Hij zegt, nee, dit is juice. Juice heet dit. Hij zegt, wat is juice dan? Dat is het nu. Dat is als het gelijk staat bij tennis. Dat heet juice. Hoe schrijf je juice dan? Als in apple juice. Maar dan zonder apple en juice, totaal anders geschreven dan die juice. D-E-U-C-E, juice, 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 juice. En die andere gast komt meteen een punt zo, boom! Hij zegt, nu heb ik gewonnen. Nee, nu heb je bijna gewonnen. Dit heet voordeel. Dat is als je bijna hebt gewonnen bij tennis. En als je nu nog een keer scoort, dan heb je echt gewonnen. Maar dat is nog alleen nog maar de game, hè. Krijg je nog meer games, nog meer setmen, nog meer games. Je moet wel 3-4 uur bezig zijn, hoor, vanmiddag. Kan ik je echt garanderen, ja. Dat heet voordeel, dat heet voordeel. Maar dat is zo bij tennis. Je krijgt eerst 15 punten, dan nog een keer 15 punten, dan 10 punten en dan woorden. Want dan zijn de punten op bij tennis. Waarschijnlijk omdat we nogal scheutig waren met de punten in het begin. Op het moment zijn ze op.
En dan gaat zo door en staan gelijk. Op een gegeven moment staan ze helemaal gelijk in games. Staat 6-6. En de andere gaat staan nu 6-6. Wat nu dan? Hij zegt, is het super juice of zo? Hij zegt, nee, tiebreak, tiebreak. Hij zegt, wat is tiebreak dan? Waarschijnlijk komt net een tie langs. Tiebreak, tiebreak. Met een tie praten, weet je wel. Over niet te veel koriander in soep doen en zo. Weet ik wat. Hij zegt, is vet racistisch. Hij zegt, nee, ik bedoel eigenlijk T-I-E. Helemaal niks met tie, T-H-A-I. In ieder geval tiebreak. En die slaat gewoon die bal op zo, boom. En hij zegt, oké, 15-0. Nee, 1-0. 1-0 voor jou. In de tiebreak is het wel in één keer normale puntentelling, in tegenstelling tot de rest van tennis. Ja, en ik mag nu twee keer serveren trouwens, dus ja. Dus jij bent de grootste valsspeler die er ooit in heeft sport... Quiet, please.